Beste kijkers, de Ajax coaching video van vrijdag 23 april met aan de linkerkant de dagkaart en aan de rechterkant de weekchart om vast te stellen hoe week 16 de boeken ingaat. Laat ik met de dagkaart beginnen links. Een afwisseling van beren, stoten en stieren trapjes, oftewel bewegingen omlaag tot uiterlijk 6,99 hebben we gezien en ook hoogteniveaus rond 7,18,50. Met vandaag weer een dappere herstelpoging van de Bulls. Je ziet hem daar staan. De keurige witte candle. De swing tellen daardoor meteen weer naar een plus 1 standje. En dat is niet verwonderlijk als we in een wat grillig zijwaarts patroon bezig zijn. En de RSI die verder opveert vanaf de 50 lijn. Dat betekent formeel wel weer de up status terug op het dashboard. En dat is verheugend. En dat betekent dat we opnieuw de aanval kunnen gaan zien richting die 7,18 en een half rode streep en weerstand. En dan is daar natuurlijk de vraag, wat gaan de Bulls doen? Hebben ze de kracht om door te breken? Zo ja, dan mogen we vaststellen dat de recente tik naar afgerond 6,99 toch de hogere bodem is geweest die noodzakelijk was om de uptrend intact te laten en een nieuwe impuls te kunnen geven. Boven 7,18 ruim komt er veel potentieel vrij. Dan moeten we naar de weekgrafiek kijken om vast te stellen dat dan 7,50 tot misschien veel hogere niveaus weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Omgekeerd geredeneerd, als er vanaf maandag een zwarte candle verschijnt, zwart tegen 7,18, dan moeten we oppassen voor een dubbel topje en dan gaan we overstappen naar de contouren van een trading range met dan 7,18 bovenin en 6,99 onderin. Kortom, dappere poging van de Bulls, zoals gezegd. Het moet meer gebeuren om daadwerkelijk de trend een goede impuls te geven, maar met deze voortgang eerst maar eens kijken wat er gaat gebeuren bij de rode streep. De weekgrafiek rechts, daar zien we nu voor de derde achtereenvolgende week wat aarzelingen. Ik zal hem iets uit elkaar trekken, kunt u het goed zien. Swingtellen nog net een tandje hoger naar plus 5. Gedurende de week zag het eruit dat er zelfs een bearish engulfing patroontje neergezet zou kunnen gaan worden. Dus met andere woorden, we hebben wel te maken met lichte topvorming, met ook hier wat aanzwellende turbulentie. Maar geen reden op dit moment om uit te stappen, als dit jouw tijdvenster is. Rustig blijven zitten en uitstappen op het moment dat er een solide zwarte candle verschijnt. Ook hier is die 7,18,5 is een belangrijke passage. Daar moet de koers doorheen gedrukt worden om een vervolg te kunnen gaan zien in het stijgingskanaal en dan, zoals gezegd, door naar veel hogere niveaus. Dus voor de komende week is op beide timeframes van belang wat er gaat gebeuren bij 7,18,50 en u weet, dan krijgen we het bekende motto keren of passeren voor de Bulls. Ik wens u een prettig weekend.